Mensen, dit is zo lekker. Dat is een beetje op gebeurd. Bijna zeggen, het zijn mijn kinderen niet. Fortnite, kap met jullie spel en ga weg. Mijn familie is daar al klaar. Nu gaan we eten en ik heb drugs ontbijtje eten. En voor kinderen was het gesloten. Kijk, Eli is me naapt. Hoi Eli. Hoi Eli. We gaan naar kijken. Inderdaad, lieve kijkers, leuk dat jullie weer kijken naar ons familie Lekap. En was. Ja, leuk dat jullie kijken. We hebben even de auto geopend, het regent buiten. Ik was aan het praten. Sorry. Dankjewel, Esra, voor het nazeggen van wat ik zei. Nee, we gaan, zoals Deborah ook zei, vorige keer was gesloten. Nu zeg je Deborah. Nee, ja, ik zeg Deborah. Deborah, wij mogen het, hè. Leuk, even een vlogje openen. Maar nee, maar wij gaan inderdaad Turks ontbijtje doen. Dat waren we vorige keer ook. Daar hadden we echt zin in. En binnenkort gaan we lekker in Turkije toe. Dus we moeten het alvast gaan proeven, hè. Maar natuurlijk, Turkije heeft net een ander tintje. Dus, we nemen jullie mee. We gaan een beetje in de vakantiestemming komen met het vieze weer vandaag. Ja, het regent. Weg naar huis. Met het vliegtuig. Mama gaat even de parkeer-app aanzetten. Nou, Esra doet even de parkeer-app aan. Eli, ga even wakker worden. Kom, we gaan weg. Nee, die laat het lekker liggen. Nou, Devran? Ja. Heb je zin in? Ja. Ik ook. Hebben jullie ook al van zin in? Doe alvast een duimpje omhoog voor ons allemaal. Doei. Zo, ik sta niet eens in beeld. Oh, wacht. Duimpje omhoog. Zo, we gaan lekker eten. Ja. Eet smakelijk, lieverd. Wat is dat? Hi. Met? Suzuki. Ja, die hebben we wel eens vaker gegeten. Hè? Dit is ook trouwens een eiermengsel, roerbak ei met tomaat. En nog wel wat kleine gerechtjes voor bij het ontbijt. Lekker Nutella voor de kids. Nog wat voor. En er komt nog één ding aan, hè? Pide, dat is een soort, laat ik zo eventjes zien. Trouwens, lekker Turkish thee. En Ile die slaapt nog even lekker. En we hebben lekker sapjes, dus we gaan even lekker eten. Eet smakelijk. Ik doe net de camera uit en hij is wakker. Hey, ben je wakker? Nou, net op het juiste moment, hè? Mensen, dit is zo lekker, hè? En ik zou ook al wel te boeren. Wel, hè? Echt waar. Esra, ik ga smullen. Devos, dat is een natje. Ah, lekker hè. Lekker. Eli, wat is er met jou gebeurd? Wij doen het één. Eli, wat is er met jouw mond gebeurd? Wij doen het één. Hij doet zo hè. Hoe heet jij? Goed zo. Lekker. Nou, dat gebeurt er dan. Niks meer blijft over, mensen. Heerlijk gek. Oh, hij gaat dat nu ook doen. Het waait een beetje, maar hij wil zijn capuchon op, dus hij trekt net zijn hele jas omhoog. Het is ook een beetje fris. Het is echt koud. Maar wij gaan eventjes niet hier bij de Basic Fit, maar we gaan even... Wacht. Nee joh, oh wat een gekke jongens heb ik toch. Oh, het is echt frisje, er komt de wind. Wij gaan nu eventjes een nieuwe camera halen en ik film nu even zo recht vooruit. Want wat jullie niet kunnen zien is dat het schermpje van deze camera... Wacht, ik pak hem wel even zo. Ik kan mezelf nu alleen niet zien, normaal kijk ik via het kant op haar schermpje. Maar die is kapot. Die zit niet meer goed vast, dus die kan elk moment afbreken. Er zit ook borst in het scherm. En door wie komt er borst in het scherm? Dus zeg aan. Dus we gaan gewoon even voor de zekerheid een nieuwe camera halen, ook omdat we op vakantie gaan. Dus dat is de planning van nu. Nou, we gaan even wachten. Ik heb een nummertje. Hier is mijn nummertje en Deborah die gaat even spelletjes spelen. Zo makkelijk zo, hè, tablet. Tablet is de oplossing voor alles. Wist je dat, Deborah? Nee, deze is hè? Jongeman? Ja. Toen ik zo oud was als jij, hadden we dat allemaal niet. Nee. Toen moesten we gewoon wachten met onze papa's en mama's. Jij speelt spelletjes. Ja. Hey, goed zo. Je hebt goed gedaan. En Eli gaat daar. Ze hebben hier volgens mij ook zo'n speelhoek voor kids. Kijk dit, het ziet echt grappig uit. Hi. We zijn nu even in de winkel om even een nieuwe camera te halen, maar die jongens zijn ook al bezig met nieuwe koffers uitkiezen. Nou, Eli heeft ook al een nieuw koffertje voor vakantie. En Deborah ook. Nou. Ik heb de jongens maar even naar buiten gebracht, want binnen, oei. Ik moest bijna zeggen, het zijn mijn kinderen niet. Kijken jullie uit, jongens? Ja. Ja, hier, ga maar hier zitten. Oké, laat maar zien. Oh, wat is dit toch een smalle plank, jongens. Oh jee, wat gevaarlijk. Ila denkt,
Nou, interessant man. En nu? En nu 1, 2. Goed zo. Zo, het is gelukt. In ieder geval de camera die ik nu weer heb, was eigen. Ik kijk, nu zie je hem. Ik heb weer het schermpje omhoog. Ze hebben hem even vastgeschroefd. En ik heb een nieuwe, al dacht ik, wou ze even filmen. Jullie lopen met een mama, maar het waait super hard. Net vloog hij al weg. Toen is ze beneden om even gaan achter rennen en gaan halen. Hou je hem goed vast? Ja. Want hij waait echt weg. In ieder geval daar moet ik vasthouden. Maar morgen krijgen we een nieuwe vlogcamera. Zoals ik zei, er zit een barst in het huidige vlogcamera schermpje. Nou. Jij hebt een camera en ik heb nu een camera. Ja, dus nu kunnen we los van elkaar gaan vloggen eventueel. Dan gebruiken we die ik kunnen nu jullie heb. Kiezen wat jullie willen zien. Wil je de Esra zien of niet? Ja. Oh, kijk, kijk, gaat hij nog wat zeggen hier? Zeg de magic word. Wat? Nee, st. Ja! Ja! Als we niet reageren, want als we niet reageren, dan herhaalt hij het. Nee. Nee, hij mag het niet. Nee. Anna, mag het niet zien daarna? Nee. Nee. Motor. Zie je? Hij blijft gewoon de hele tijd motor zeggen totdat je zegt ja. Of motor, dan stopt hij. Want ik zei dat de hele tijd nee. En dan zegt hij ma. Aanvast. Hier lijkt niet zo. Ja, zonnebank. Hier heb je zo'n studio. De club is van mij, ze geloof niet. Ze doet blij, dus ze wijst met de rolie. Goed gezegd dat de trein sport niet. Dit is een andere trein. Loco, locomotief. Loco, locomotief. Zo mensen, we zijn thuis, maar ik heb één mededeling. Alsjeblieft, Fortnite, kap met jullie spel en ga weg. Jullie verpesten mijn kind. Zelfs Eli is bezig. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Oh, echt waar. Fortnite, ga weg. Alsjeblieft. Eli, ik ken die bouw. Nee, oké, okay, nu is genoeg. Nu is genoeg klaar. Allebei geen Fortnite meer voor jou en geen Fortnite meer voor jou. Ook geen YouTube. Ophouden. Ik ga in ieder geval even lekker beginnen met koken, want het wordt zo meteen een beetje etenstijd. Vlogjes van ja, deze dagen zijn misschien iets wat rustiger, doen misschien iets minder. Maar dat komt omdat we buiten het vlog om ook wel met veel andere dingen bezig zijn. Want wij gaan bijna op vakantie. Dat is voor jullie denk ik over een paar vlogjes al. Want er komen nog maar een paar dagen dat we hier thuis zijn. En dan beginnen wij met de vakantievlogjes. Er zitten nog wat dingen regelen. Ik moet ook nog... Ik ga echt niet meer wat dingen afsluiten. Ja, maar dat gaat niet goed hè? Dat gaat niet goed hè? Oh, dat gebeurt als jullie zo wild zijn. Dan gaat altijd wel mis. Hij heeft een klein beetje bloed. Mensen. Hij heeft bloed. Lekker. Witsie. Hij heeft een klein beetje bloed. Moet je Eli stoot zo hoog. Echt mijn boos. Nee, niet doen. Zo, hij heeft bloed. Hij heeft bloed. Nou, we zijn nu even wat later. Hoe gaat het met je bloedje, Debbie? Laat het zien. Oh, kijken. Ah, ik vind hem heel mooi. Nou, wat ik nu van het doen ben, is ik heb weer honger, dus wat ben ik aan het doen? Kippetjes maken, sladen, croutons, lekker gezond bezig. Zeg wat je wil, gewoon lekker goed bezig, gezond bezig. Ja toch, ja toch. En jij? Zou je drinken? Ja. Ik ben wel blij, Debra drinkt heel veel water. Hè? Open. Open, hoe vraag je dat? Opmaken. Is goed, alsjeblieft. Oké. Zo, wat zeggen we dan? Lekker. Zo, het eten is klaar. Wij gaan even lekker eten. Ik weet niet of ik had gezegd dat ik eten ging maken. Volgens mij wel. Hoe gaat het met je pijn, schat? Een heel, heel... Lekker nog wat afdrinken. Hij heeft een heel klein stipje bloed. Ja, hij reageerde net natuurlijk heel heftig, maar we weten dan vaak wel. We zien natuurlijk wel gauw als ouders zijn of het echt iets ernstigs is of niet. Maar hij raakt best wel in paniek als hij bloed of wat dan ook ziet. Maar het viel uiteindelijk allemaal mee, hè, schat? Ja. Word je alleen maar sterk van, hè? Ja. Maar wat wij vandaag gaan eten is... Ik heb een ovenschotel gemaakt met krieltjes. Wat zit erin? Even kijken. Krieltjes, mais, paprika, broccoli, kip... crème fraîche, geraspekaas. En Stan is heel even nog een zakelijk telefoontje aan het plegen boven. Die liepen elkaar steeds te missen. Dus die is even aan bellen. Wij gaan eventjes alvast eten. Want de kinderen moeten ook op tijd naar bed. Want morgen ga je weer naar school. Ja. Ja. En dat betekent, wat had ik gezegd?
tablet weg, hè? Ja. Kom, we gaan even lekker eten. Zo, waar ik eigenlijk nu tussendoor mee bezig ben buiten het vloggen om voor de vakantie is spulletjes kopen, to-do-listjes afwerken, zorg dat we alles hebben. Want vanmorgen vroeg had ik niet gevlogd, maar toen was ik ook eventjes naar de Action geweest. En daar heb ik ook allemaal spullen gehad voor vakantie, zoals spulletjes voor in het vliegtuig voor de kids, toiletspulletjes, toilettassen. En ja, wat nog meer, wat sokken, ondergoed moest ik bijvoorbeeld nog halen vanmorgen. En ik had ook nog wat kleding besteld en vandaag zijn er wat pakketjes bezorgd. Ik zet hem heel even neer. Dus ja, kijk, dit is bijvoorbeeld nu ook zo meteen iets dat ik eventjes moet sorteren. Even kijken of het goed zit. Het is nog voor ons een paar dagen dan kunnen we op vakantie. En zoals ik vanmiddag al even probeer te vertellen, er komen dus voor jullie ook bijna leuke vakantievlogjes aan. Ik weet ook niet of ik het al had verteld net, maar wij gaan naar Turkije toe. Lekker all-inclusive, een hotel met heel veel glijbanen en weet ik van wat allemaal. Dus we gaan er echt gewoon een superleuke tijd van maken. We gaan het allemaal voor jullie vloggen. Dus er komen allemaal leuke vakantievlogjes online binnenkort. Dus ja, dat is de reden waarom de vlogjes nu iets rustiger zijn. We doen iets minder. Omdat we natuurlijk nu even lekker op de vakantie willen richten. Terwijl ik de video aan het editen ben. En aan het einde ben benaderd van deze video. Zoals jullie. Kom ik erachter dat ik de vlog niet heb afgesloten. Dus dat ga ik bij deze ook doen. Ik hoop dat jullie het een leuke vlogje vonden. Zo ja, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En dan zien jullie de volgende keer weer. Doei!